En aan de start in Tongeren 183 renners voor 190 kilometer, met onder hen ook de beste Limburgse jongeren. Ja, het is altijd leuk van een mooie grote koers in Limburg te hebben. En, ja, ik denk dat het goed is voor het Limburgse wielrennen dat deze wedstrijd terug op de kalender staat. Ik denk dat het vooral een lastige wedstrijd gaat worden door de paar beklimmingen die er toch in het parcours zitten. Ook winnaar van de Ronde van Vlaanderen bij de belofte, Kenneth van Bilze, tekent present. Hij ziet hier in Limburg een gelijkenis met de andere ronde. Misschien een beetje Ronde van Vlaanderen was allemaal U23 en meer kasseistroken een beetje lastiger, maar ik zou deze ook heel graag winnen. Voor de verrassing zorgt oud-tourwinnaar en wereldkampioen Felice Gimondi. De immer vriendelijke Italiaan is op uitnodiging in Tongeren. Tony Hubris, het is voor mij de grootste domestique die ik heb gehad in toute mijn carrière. Il m'a demandé, je crois que c'était obligé de venir. Ik wist van voorop dat hem kwam, want we hebben telefonisch contact al bij elkaar. En als hij ja zegt, is dat ja. En dat was er. De koers dan. Na 108 kilometer in Kerniel gaan 5 renners in de aanval. 2 van Lotto Belisol, Janssens en Van Zummeren, samen met Tom Govaerts, Baptiste Plankaert en onze noorderbuur Marco Minnaert van Rabobank. Ze nemen snel 50 seconden. 1 Limburger in de achtervolging, Kenneth van Bilze. Hij nadert tot op 20 seconden, maar wordt dan door de groep gegrepen, die steeds dichter komt. Bij de 9e helling van de dag, de Colmont, komt ook de Moitié en Van Hoeken vooraan aansluiten. 20 seconden verderop volgt het peloton onder aanvoering van Dries Hollanders. De 7 leiders lopen opnieuw uit, maar de opeenvolging van hellingen begint zijn tol te eisen. De kopgroep wordt ingelopen en we gaan zelfs naar een massaspurt bergop. Kevin Klaes van Landbouwkrediet zet zich van zeer ver op kop en de oersterke West-Vlaming van 24, eerstejaarsprof ook, wint op indrukwekkende wijze deze nieuwe ronde van Limburg voor de jonge Rick Zabel, zoon van, en veldrijder Klaas van Tornhout. Ik had nog 2-3 ploegmannen bij mij, dus wist ik in feite dat ik geen kans maakte.